Vanaf wanneer mogen we verwachten dat die elektrische voertuigen echt doorbreken? Ik geloof dat momenteel ongeveer een halve, nog geen halve procent van de nieuw verkochte auto's zijn elektrisch. Dat percentage zal toch vrij snel moeten stijgen. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Ik denk, er zijn twee fases. Het eerste is, die elektrische wagens moeten doen wat je ervan wenst. Dus er gaat nog een verbetering nodig zijn op niveau van de autonomie, de afstand die je kan rijden met een volle batterij, en vooral de kostprijs. En nu zijn ze nog iets duurder dan gewone voertuigen. De verwachting is daar dat rond 2022 elektrische voertuigen in aankoop gelijkaardig gaan zijn met een wagen met verbrandingsmotor, dus in gebruik al goedkoper, omdat elektriciteit goedkoper is dan de brandstof. Op dat moment is er eigenlijk ook de verwachting dat er een breed aantal modellen gaat zijn, dus zowel van de kleine wagentjes tot de meer deluxe wagens. En ik denk dat we heel snel daarna een tweede beweging gaan zien. Dan de technologische innovatie gaat daar werk gedaan hebben, de ondernemers gaan daar werk gedaan hebben, zoals Elon Musk van Tesla. En dan gaan de overheden binnenkomen met verplichtingen. Misschien eerst in het kader van wat we nu al zien van lage emissiezones in de steden. Mensen die de luchtvervuiling beu zijn, mensen die ook het lawaai misschien beu zijn van verkeer. En die gaan vragen van, in onze steden willen wij naar nul emissiezones gaan in 2025 of 2030. Maar dat gaat ook snel uitbreiden naar hele territoria. We zien dat nu al, Noorwegen kondigt aan om in 2025 dat er geen nieuwe wagens met verbrandingsmotor meer op de weg mogen komen. In de klimaatresolutie van het Vlaams parlement staat nog de datum van 2035. Maar als je naar de klimaatdoelstellingen kijkt die gehaald moeten worden, gaat dat waarschijnlijk nog kunnen vervroegd worden richting 2030. Dus ik denk, zodra dat ze betaalbaar zijn, gaat er een eerste snelle groei zijn en een tweede groei gaat komen vanuit mensen die eigenlijk zeggen, olie is het nieuwe roken. Waarom zouden we nog de buitenlucht vervuilen als het anders kan?